Hallo, ik ga ook een video maken over Bitcoin. En by the way, welkom in Antwerpen. Waarom ben ik zo zot van Bitcoin? Het heeft eigenlijk een geschiedenis natuurlijk. Mijn frustraties over beleggen, waar ik al jaren over blog. Inflatie, de werkelijke inflatie, is volgens mij 5% per jaar. Het is zeer moeilijk om de auto te performen. Ik ben gelukt eigenlijk dankzij Bitcoin van de auto te performen, maar daarvoor nog altijd niet, hè. Daarvoor was mijn gemiddeld rendement, sinds dat ik mijn resultaten publiceer, sinds begin 2009, en dus ook mijn jaar van 2008 inbegrepen, was mijn gemiddeld rendement ongeveer 5-6%. Hè, dus niks verdiend tot en met 2011. Desondanks dat ik toch de grote lijnen juist had. Dus ja, het is ongelooflijk moeilijk van geld te verdienen. En dat is natuurlijk door die inflatie, de werkelijke inflatie. Dan spreek ik gewoon over de leefkosten, hè, die omhoog gaan met 5% per jaar. Dus als je kapitaal omhoog gaat met 5% per jaar, dan kun je hetzelfde kopen, niet meer, hè. Dus dat is een frustratie. Een andere frustratie van mij is de veiligheid van de banken. Ik praat daar al over sinds dat ik mijn blog gestart ben. En ja, we hebben gezien wat er gebeurd is. Het ergste recent is natuurlijk Cyprus, hè, waarbij dat ze geen bail-out hebben gedaan, net zoals in België en Nederland, waar dat ze wel een bail-out hebben gedaan van de banken. Hè, dus behalve een paar kleinbanken in Nederland. Hè, maar al de mensen, bijna iedereen, heeft er niks verloren. Met al die grootbanken van ons, waarvan dat er een paar failliet zijn gegaan, Dexia, Fortis, failliet. En desondanks is niemand iets verloren van de spaarders. In Cyprus is het anders gegaan recent. Daar zijn ze dus alles boven 100.000 verloren. Sommige mensen hebben meer dan 100.000 op hun bank, hè. En vooral bedrijven, hè. Op Bitcoin Forum is er een die 700.000 euro op zijn bedrijfsrekening had, hè. Allemaal weg tot 100. Nu, je kunt zeggen van oké, ik zet maar 100 op de bankrekening, hè. Dus zelf als het hier fout gaat, dan heb ik toch mijn geld terug. Ja, oké, maar dan heb je nog altijd die werkelijke inflatie. Hè? Dus de bank, interestvoeten bij de bank zijn, wat is het, 1%, met moeite. Dus ja, het is nu sinds 2008, 2009, dat naar 1% is gezakt. Hè? Dus elk jaar verliest de 4%. Hè? 2009, 10, 11, 12, 13. Hè? We zitten nu aan 4 jaar en een half. Elk jaar 4% verliezen. Je bent ondertussen 25% van je koopkracht verloren daar, hè. Dus als de interestvoeten terug omhoog gaan, dan gaan de bank interestvoeten ook omhoog gaan. Maar het is ook mogelijk dat, net zoals in Japan, dat nog 10 jaar duurt eer dat de interestvoeten omhoog gaan. En dan zitten nog 10 jaar daar, hè, met 1%, terwijl de werkelijke inflatie 5% is. Misschien gaat de werkelijke inflatie omhoog naar 6, 7%, misschien zelfs naar 10%. Binnen 5 jaar zijn ze serieus wat meer verloren, weer al. Hè? Dus een bankrekening, dat is het niet. En inderdaad, het wordt erger en erger. Dus geld is niet veilig. Dat is voor mij een probleem. Ik heb de PP, hè, de permanente portefeuille, dus mijn geld is sowieso gespreid. Ik heb speculaties in mijn variabele portefeuille, maar ik heb een bankrekening nodig ook, hè. En
daar staat altijd wel wat geld op. Hè? Dus ik vind dat zeer ambetant eigenlijk. Hè? Ik heb geen oplossing daarvoor. Hè? Ja, in cash, dat is het ook niet. Hè? Je kunt dat wel wat doen, maar... Ja, eigenlijk, de toekomst ziet er gewoon slecht uit. Eigenlijk, geld is gewoon... Ons geld is gewoon... Is gewoon... Trekt op niks, hè. Het verliest keiveel waarde elk jaar. Het is niet veilig. En je hebt ook geen enkele privacy, hè. Want je bankrekening... dat is wel handig van met je kaarten te betalen. Maar er moet maar één... ambitieus staatsambtenaar zijn die eens in uw boeken wil neuzen en die zich alles waar jij je geld aan hebt uitgegeven. Hè? Dus, en van waar dat komt. En vroeger was er nog bankgeheim in België en dat is nu ook weg. Ons geld trekt op niet veel. Hm? Daarom dat ik zo zot ben van Bitcoin, hè, dat ik het zo fantastisch vind. Want Bitcoin lost al die drie problemen op. Hè. Dus werkelijke inflatie 5%, dat is geen probleem met Bitcoin. Want dat schiet omhoog als een raket. Hè. Dus een gemiddeld rendement, dat schiet omhoog. Wat is het? Gemiddeld rendement 500% per jaar. Allee ja, who cares about 5% inflatie, hè? Als je gemakkelijk je geld verdubbelt, verdriedubbelt, je koopkracht in die munt. Dus dat probleem is opgelost. De veiligheid. Mijn bitcoinrekening kan niet failliet gaan. Hè. Dus mijn bitcoins zijn niet uitgeleend. Hè. In tegenstelling tot de bank, hè, alles is uitgeleend. Dus het kan altijd failliet gaan. Maar bij bitcoin zit dat goed. Hè. Dat is gelijk goud. Hè. Dus je bezit dat. Hè? Dat is niet uitgeleend. Hè? Dus het is veilig. Je hebt er natuurlijk variaties in. Hè? Als je bitcoins opslaat hè, bij een derde partij op een bitcoin exchange, ja, dan is het mogelijk dat als die exchange failliet gaat, hè, dat je of bestolen wordt, hè, dat je bitcoins kwijt zet. Dus er zijn natuurlijk andere problemen, daar ga ik het straks over hebben. Maar bitcoins... Hè, je kunt die veilig opslaan zelf op je eigen computer. Je kunt die opslaan op een computer die offline altijd is. Hè, waardoor dat er geen hackers in kunnen geraken. Het is veilige opslag. En privacy. Hè, je kunt je Bitcoin-rekening zo opzetten dat anoniem is. Hè, dat niemand weet dat jij die Bitcoin-rekening bezit. En dan kun je geld ontvangen en geld betalen zonder dat een staatsambtenaar daarin kan neuzen. Hè? Dus dat zijn enorm wat grote problemen dat Bitcoin oplost. Hè? Daarom dat ik denk dat het zoveel toekomst heeft. Hè? En... Daarom dat zo groeit. Hè? Want ik bedoel, er zijn voor Bitcoin in de jaren 90 heel veel andere digitale currencies ontworpen, gelanceerd en gefaald. Hè? En hoe kwam dat? Omdat het allemaal gecentraliseerd was. Hè? Er was altijd een partij die digitale currency uitgaf, soms gedekt door goud, zoals gold money, maar ja, dat is geen currency, want niemand betaalt daarmee. Maar bijvoorbeeld Liberty Reserve, dat is recent opgedoekt door de staat, maar dat was wel gedekt door goud en mensen gebruikten dat al om te betalen, elkaar te betalen. Dus dat was een digitale currency. En ik heb er nog veel andere gehad, ik ken ze niet van naam, maar ze waren... Sommige waren ook niet gedekt door goud, maar wel door een centrale partij werd het beheerd.
En ze zijn nooit van de grond geraakt. En ze, ik zou er ook niet, ik zou het ook niet gedaan hebben. Hè? Want, wat vertrouw ik het meest? Goud? Dat ik zelf kan opslaan? Of een digitale currency? Hè? Gebeheerd door een centrale partij, een bedrijf. Die kunnen goede intenties hebben. Hè? Maar een bedrijf valt altijd onder de autoriteit van de staat. Hè? Dus als ze het opdoeken, gelijk bij Liberty Reserve, zijn het kwijt of het zit jaren vast, geblokkeerd. Je hebt ook geen privacy dan. Hè? En goede intenties, oké, maar ze hebben, als het gecentraliseerd is, hebben ze altijd de macht om bij te printen, hè? Digitale currency bij te printen. Hè? Dus ik zou daar nooit aan meegedaan hebben. Hè? Geef mij dan maar instabiele banken en goud. Hè? Dat is dan voor mij oké. Maar toen ik van Bitcoin hoorde, ik heb dat eerst jaren verworpen. Hè? De eerste keer dat ik ervan gehoord heb, was via een vriend in 2010. Ik had het niet eens gezien. Het is pas nu achteraf dat ik ontdekt heb dat dan al iemand mij verteld had. Ik had het niet eens gezien. Maar ik had er dan wel van gehoord in 2011 met de bubbel toen. Het is toen omhoog gegaan van minder dan $1 naar $30. En dan is het gecrashed naar ongeveer $2. Hè, dus dat was, en dan had ik er wel van gehoord. Maar ik vond het nog altijd een slecht idee. Omdat ik gewoon ook dacht van, ja, allee, digitaal, ik vertrouw dat niet. Hè? Dat kan altijd bijgeprint worden, no thanks. Hè? Maar ja, je blijft ervan horen, van Bitcoin. En voor mijzelf, ik heb heel veel nagedacht wat ik wil doen met mijn toekomst. Hè? Ik heb al een paar jaar een blog over beleggen. Ik heb heel veel nagedacht over een fonds te beginnen. Maar een fonds, ja, het probleem daarvan is, dat is ook een staatsinstelling. Allee, ja, je kunt dat privé doen, maar het is altijd gereguleerd. En gecentraliseerd geld met een fonds. En dus dat is een gemakkelijk. Allee, dat is heel gemakkelijk van uit te buiten door de staat, belastingen, confiscatie, dus dat is niet veilig. Hè? Dus daarom dat ik nooit de stap heb gezet, hè? Ook niet voor een permanent portefeuillefonds. Hè? Desondanks dat dat een schitterend idee is, hè? Maar ja, je hebt die problemen, die blijven altijd. Dus een permanent portefeuillefonds denk ik niet zo'n goed idee is. Ik denk dat het beter is dat je het zelf doet. Hè? Zodat je tenminste je goud fysiek hebt. Hè? Als er dan confiscatie is van de overheid, hè? Dan heb je tenminste dat nog. Hè? En ja, belastingtechnisch is dat ook voordeliger. Hè? Nu, maar de permanente portefeuille lost het probleem niet op. Hè? Permanente portefeuille, oké, je kunt je koopkracht behouden. Dus op die manier. Hè? Dat is opgelost, maar dat is enorm complex voor iemand van dat op te zetten. Hè. Mijn blog heeft veel, ik heb daar veel tijd in gestoken, heel veel uitgelegd, maar allez, hoeveel mensen hebben het werkelijk gedaan? Hè? 100 misschien? Hè? Ik bedoel, en dat is ook begrijpelijk, dat vergt enorm veel kennis van dat op te zetten. Hè. Dus ja. Dat is gewoon geen goede oplossing voor mensen. Een fonds zou het veel gemakkelijker maken, maar dan hebben we weer die andere problemen. Dus daarom, en omdat ik van Bitcoin, dat ze daar bleven over vertellen, zeg ik dat iets gaan, was ik aan de praat geraakt met een vriend daarover en zei ik van ja. Oké, goed, het kan niet bijgeprint worden omdat gedecentraliseerd is. Oké, laten we zeggen dat dat klopt, maar de overheid gaat dat toch nooit laten gebeuren? Van ik bedoel, dat is serieuze competitie voor een fiat currency. En de overheid wordt gefinancierd van belastingen, maar het andere deel komt van bijprinten. Hè? Dus
is een serieuze bron van inkomsten voor de staat. Hè. Dus als iedereen Bitcoin gaat gebruiken, dan is het gedaan met dat bijprinten. Hè. Dan gaan ze daar niks meer mee kunnen verdienen. Dus volgens mij gaan ze dat toch gewoon verbieden, Bitcoin. En ja, met die vriend gepraat erover en hij legde dus uit hè, dat het niet kan. Allee, ze kunnen het wel verbieden, maar ze kunnen het niet vernietigen. Hè. Omdat het gedecentraliseerd is. Hè. Vanaf dat er twee personen die software draaien, is Bitcoin er. Hè. En kunnen die twee personen Bitcoins uitwisselen. Hè. En je hebt geen server nodig. Nee, ze draaien elk dat programma op een computer en dat is genoeg. Hè. Dus dat is niet te vernietigen door de staat. Hè. Inderdaad, de vergelijking wordt altijd gemaakt met torrent, hè, download software, waarbij dat je ook peer-to-peer hè, files deelt met elkaar en dus files upload en download, niet van een server, maar van andere gebruikers, van andere computers. En inderdaad, hè, dat is illegaal. Heel veel staten hebben daar zeer zware straffen op gezet. Hè. Heel hoge geldboetes, als we pakken daarop. Hè. Maar desondanks dat, hè, blijft dat bestaan. Hè, en doen heel veel mensen dat. Hè. Dus, ja. Oké, dat gaf mij vertrouwen. Dat inderdaad, dat het niet zo kwetsbaar was, Bitcoin. Oké, de overheid kan het verbieden, hè, maar het zal wel blijven bestaan. Hè. En dat is belangrijk voor de waarde van uw bitcoins. Oké, als ze het verbieden, dan zullen er minder mensen het willen gebruiken. Maar er zal nog altijd een markt voor zijn. Er zullen nog altijd mensen kiezen van het te gebruiken en zullen nog altijd mensen bitcoins willen hebben. Dus de waarde zal er dan ook zijn. Hè? Misschien niet zo hoog, maar er is een bodem. En die bodem is hoger dan nul. Hè? Dat is belangrijk voor mij. En ja, wat ik ook niet begreep aan Bitcoin was dat het een deflationaire currency is. Dus, ik bedoel, er is een limiet aan de hoeveelheid Bitcoins dat geproduceerd worden, dat gecreëerd zullen worden. Hè. Op dit moment zijn er ongeveer 11 miljoen, maar de limiet is 21 miljoen. En dat wordt pas binnen 100 jaar bereikt of zo. Maar die munt, doordat er elk jaar minder en minder bitcoins worden bijgecreëerd, gaat die munt omhoog in waarde. Dus automatisch. Hè? Zelfs als er geen extra gebruikers komen, hè, zelfs dat er evenveel gebruikers blijven, maar de munt stopt met groeien. Hè, dus er is effect. Stel dat we aan die 21 miljoen bitcoins zitten, de gebruikers nemen niet toe, dan nog zal de koopkracht toenemen. En waarom? Omdat de economie al blijft groeien met 2% per jaar, dus er zijn elk jaar 2% meer producten, 2% meer diensten, 2% meer vastgoed, 2% meer landbouwgrond, 2% meer grondstoffen op de markt. Dus er is altijd een stijgende productiviteit, hè? Ook al, en dus als er hier veel bitcoins zijn, dan als die niet toenemen, dan gaat de koopkracht van elke bitcoin met 2% omhoog per jaar, gaat er elk jaar 2% meer kunnen kopen met een bitcoin. Dus dat is daarom dat deflationair is, of deflatoir, maar ik dacht van, ja oké, maar mensen gaan dat nooit gebruiken als geld. Want als iets toeneemt in koopkracht, dan gaan ze het willen sparen, dan gaan ze het willen opzij zetten, dan gaan ze het niet willen uitgeven. Hè? Dat is een theorie die wijdverspreid is, ook onder de huidige economen, onder de Keynesianen. Hè? Van Keynesianen, ja. En ik geloof dat ook. Maar toen zei die vriend dat hij daar niet mee akkoord was. Dat hij ze wel uitgaf. Desondanks dat ze toenemen.
En toen begon ik te denken van, ja, eigenlijk, ik heb zelf ook gedacht van, het zou toch schitterend zijn dat je je permanente portefeuillefonds, dat je dat creëert en dat mensen daarmee kunnen betalen. Hè? Want dan moet je niet op die bankrekeningen zitten. Je geld is altijd verspreid. Hè? Gaat omhoog met ongeveer 6% per jaar. Werkelijk inflatie 5%. Dus de koopkracht blijft behouden. En stel nu voor dat je daarmee kunt betalen met je permanent portefeuillefonds, aandelen of zo. Hè? Dat zou toch fantastisch zijn. Vroeger had ik daar al aan gedacht. Dus dan dacht ik van, ja, eigenlijk, ja, ik zie mij dat ook wel doen. Van geld uit te geven dat toeneemt in koopkracht. En dat niet op te potten. Allee, natuurlijk, ik zou dat ook oppotten en sparen. Maar ik zie mij dat ook uitgeven. Dus voor mij kwam de klik toen. Van ja, het houdt steek voor mij. Overheid zie ik niet, zie ik het niet kapot maken of krijgen. En ja, ik denk dat het kan werken als een munt. Dus toen was de klikker voor mij. En dan ben ik het beginnen bestuderen. En ja, het is nog, het is gewoon, het is heel mooi ontworpen. Het is echt prachtig. Hè? Dus ja, dat is waarom dat ik geloof in Bitcoin. Dus de grote lijnen voor mij is, ik geloof dat de wereld heel snel evolueert, sneller en sneller. Dat is geen geloof, dat is wetenschap. Hè? Dus de bevolking neemt exponentieel toe. De economie, als dat 2% per jaar stijgt, de bevolking, dat, elk jaar zijn dat er meer en meer. Dat is een curve die zo gaat. Hè? En hetzelfde is waar met de economie. En hetzelfde is waar met vrijheid. Hè? De vrijheid in de maatschappij neemt toe. Ja, is er een toekomst voor Bitcoin? Ik denk het wel. Ik denk dat is ook een feit dat over de grote lijnen de staat neemt af in belang. Je hebt natuurlijk terugvallen, hè? Zo gelijk communisme, waarbij dat de staat opeens zeer dominant werd, hè? Maar dan collapst dat volledig en het eindresultaat is dat de staat vandaag kleiner is in Rusland dan voordat communisme begon. Hè? En wij zitten vandaag in de crisis waarbij dat de staat terug expandeert ten opzichte van de privé-economie. Maar dat is een tijdelijke terugval. Het resultaat zal waarschijnlijk zijn dat nadat alles gedaan is, dat de staat kleiner zal zijn als voordat de crisis begon. Hè? En de vraag is, welke industrieën gaat de staat verliezen? Hè? Ik geloof dat er zeker een dag zal komen dat onderwijs een vrije markt zal zijn. Maar ik zie dat nog niet snel gebeuren. Maar met geld gaat het grondig fout vandaag de dag. Hè? Dus het is echt wel mogelijk dat eigenlijk de heel veel mensen, want dat heb je nodig. Je hebt de meerderheid van de bevolking nodig om een idee te ondersteunen, opdat het erdoor komt. Hè? Want politiekers die luisteren naar de meerderheid. En dus ik denk dat het goed mogelijk is dat er een shift komt. Voor de financiële crisis in 2008 was ondenkbaar dat iets als Bitcoin nog maar verlangd werd door de mensen. Hè? Laat staan dat ze ervoor zouden vechten. Hè? Maar vandaag, als zoiets in Cyprus gebeurt, oké, ze zullen nog niet direct naar Bitcoin grijpen, maar ze zijn serieus geschokkeerd, hè, dat hun geld zo onveilig is, hè, dat banken dus niet te vertrouwen zijn, ik denk dat het mogelijk is dat je dus een meerderheid van de bevolking krijgt die iets als Bitcoin gaan ondersteunen, hè. En dat dus Bitcoin erdoor komt in onze generatie, of toch in de volgende. Hè. Ik ben 34, de gemiddelde Bitcoin gebruiker is in de 30. Hè. Dus, allee,
van mijn generatie zijn er toch veel adopters. En, maar je ziet toch ook veel dat er heel veel jongeren zijn die dat gebruiken. Dus het is vooral iets dat de jeugd enorm aantrekt. Natuurlijk, dat is zeer normaal. Een jeugd kan zelfs geen bankrekening hebben, als ik het goed begrijp, onder 18. Er is geen vrijheid voor jeugd. Hè. Geld verdienen is zeer moeilijk. Ja, met bitcoins is ook voor hun grote vrijheid. Hè. Dus, ja, ik denk, en natuurlijk moeten kijken naar de feiten. Oké, ja, het wordt niet verboden tot nu toe, bitcoin. Hè. Thailand is het wel verboden recent, maar alle andere naties tot nu toe niet. Sommigen omarmen het zelfs, hè. Anderen, in Amerika, dat is het belangrijkste natuurlijk wat er daar gebeurt. Heb je veel regulators die er de huidige wetgevingen op toepassen, zoals voor money laundering, geld witwassen, belastingen, IRS. Dat begint dan al te komen, ook de rechtbanken die bitcoin als geld erkennen en ook straffen opleggen voor mensen die bitcoin stelen. Dat is wat er in Amerika gebeurt. Maar goed, als dat al is, dan gaat bitcoin slagen. Hè? Want bitcoin is veel beter geld, ook al doe je alles niet anoniem, hè? Ook al heb je je bitcoin-rekening kunnen gewoon, als je gewoon je computer gebruikt, op bitcoin-exchange en je bitcoin koopt, dan zijn die heel publiek, hè? Je kan direct gelinkt worden dat jij die bitcoins gekocht hebt en dat dat je bitcoin-rekening is. Je kunt alles zeer transparant maken. En de wetgevingen volledig volgen. En dan nog is bitcoin veel beter. Hè? Omdat het omhoog gaat in waarde. Omdat de opslag veilig is. Oké, als je die privacy opgeeft, dan zijn er een groot voordeel. Gebruik het niet. Maar je hebt nog altijd twee andere enorme voordelen. Hè? Zelf al moest de... Als de regering... serieus, die privacy eruit kikt, hè, en het illegaal maakt, hè, dat je een anonieme bitcoin-rekening hebt bijvoorbeeld, dan nog zal bitcoin een groot succes worden. Hm? Dus, voilà, dat is het wat voor vandaag. Ik heb op mijn blog al gesproken over bitcoin. Er zijn mensen die er absoluut niet voor zijn, hè, Mr. Orange heeft de comments geplaatst daarover. Ik begrijp dat, hè, dat er een heel grote weerstand voor is. Hè, maar vooral van mensen die goudliefhebbers zijn, en ik denk dat dat ook terecht is. Ik denk dat bitcoin een enorme streep door de rekening is van goud in de toekomst. Hè. Zonder bitcoin was de kans groot, denk ik, dat we uiteindelijk terug naar een goudstandaard zouden gaan. Want als je bijprint dat volonté, dan krijg je serieuze devaluatie of serieuze inflatie van de munt. En op een gegeven moment loopt dat uit de hand. En dan willen de mensen terug naar een goudstandaard. En zo is het honderden jaren geweest, hè, goudstandaard, dan lassen ze dat wel los, dan gaan ze printen en dan gaan ze daar terug naartoe. Hè. Zo is dat 100 jaar geweest. En als je dus een goudliefhebber bent, dan was het zeker en vast heel steek van te geloven dat we daar terug naar zouden gaan. En in dat geval zou goud serieus in waarde stijgen. Met de komst van bitcoin is de kans groot dat het dus niet gaat gebeuren. En dat we geen nieuwe goudstandaard gaan zien. Maar wat we gaan zien, denk ik, is dat de overheid op een gegeven moment minder zal printen, dat er minder inflatie zal zijn na de crisis, maar mensen gaan gradueel naar bitcoin overschakelen en je moet niet bijprinten. Als mensen iets verkopen voor iets anders,
dan gaat het ene omlaag in waarde en het andere gaat omhoog. En op dit moment is dat zeer klein voor Bitcoin, maar als Bitcoin mainstream wordt, dan gaat je zien dat de munten, hetgeen dat wordt opgegeven, fiat vooral dus, dat serieus gaat in waarde dalen. Hm? En dus en natuurlijk, goud zal niet dat kapitaal dat vlucht van fiat gaat niet naar goud gaan, het zal naar Bitcoin gaan. Hè. Ik denk dat het zo zal lopen en ik begrijp dus ook dat goudliefhebbers een grote weerstand hebben daartegen, met goede reden. Hè. Maar ik hoop dat we kunnen blijven praten en als ik fout ben, dat iemand mij kan tonen hè, waarom. Hè. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.